Nou, we vinden het heel belangrijk dat ook nu weer in Zuidoost een basketbalschool is om de jongste jeugd te laten kennis maken met de basketbalsport. Sinds 2007 doen we dat al op 6 locaties in en om Amsterdam. En dit is dus de 7e die dus nu vanaf de start van dit seizoen ook actief is met de basketbalschool. Met in samenwerking met de vereniging de Gaasperdam Warriors. Wat we dus ook belangrijk is, en dat zien we nu ook heel goed vandaag, dat de vereniging, de Warriors, met veel vrijwilligers dit toernooi omlijsten, zeg maar, en helpen om het goed te organiseren. Nou, voor Sportservice Amsterdam is Zuidoost eigenlijk nog het enige, laat ik zeggen, niet ontgonnen gebied voor de basketbalschool en voor basketbalactiviteiten die gestimuleerd worden door de stad Amsterdam. Vandaar dat we zeggen dat het voor het stadsdeel Zuidoost, maar zeker voor de stad in zijn geheel, is het belangrijk dat ook Zuidoost erbij is om hier ook die activiteiten te kunnen ontplooien en kinderen hier ook op die manier laagdrempelig met basketbal in aanraking te laten komen. In samenwerking met de fantastische club Gaasperdam Warriors proberen we dus ook het concept, de formule van, van de basketbalschool Amsterdam ook in Zuidoost uit te rollen. Bijzonder dat kinderen, jong, oud en ouders, allerlei vrijwilligers naar deze sportschool komen in Gaasperdam om te helpen bij dit toernooi. Dus vrijwilligers die scheidsrechter zijn, die het geheel coördineren, die de standen bijhouden. En zoals je kan zien hebben de kinderen er heel veel plezier van. En ik vind het heel erg leuk om te zien dat ook andere stadsdelen kinderen van andere stadsdelen hierheen komen en dat ze tegen elkaar wedstrijdjes kunnen spelen. Belangrijk is dat de kinderen spelen, dus daar komt bij kijken dat ze leren met elkaar omgaan. Sociale vaardigheden, contacten, in de breedste zin des woords. Dus voor de kinderen is het natuurlijk ook van belang dat ze op een laagdrempelige manier kennis maken met een sport, in dit geval basketbal. En mochten ze inderdaad willen doorstromen naar de vereniging, proberen we de drempel iets kleiner te maken, zodat ze makkelijker doorstromen naar een vereniging toe. Nou, ik ben trots. Ik ben blij. Voor een eerste keer hier in de sporthal in Gaasperdam was het een meer dan geslaagd evenement. En ik kan zeggen dat bij overige toernooien die we eerder hebben georganiseerd, dat we na 2-3 jaar tussen de 100 en de 120, en als je dan bij een eerste keer hier in Zuidoost te gast bij de Warriors 85 deelnemers hebt, dan mag je niet meer dan tevreden en blij zijn. Het was zeker een geslaagde dag. Er zijn heel veel teams vandaag opkomende dagen vanuit heel Amsterdam, 6 locaties. En we hebben het met een knal hebben het afgesloten. En het is natuurlijk voor herhaling vatbaar en het is hartstikke goed voor Amsterdam Zuidoost dat dit ook weer zo naar voren komt.